Goedemorgen, het is vandaag woensdag en het is weer aan de slagdag, laat ik het zo maar eventjes noemen. Het is nog vrij donker buiten, maar ik ga aan de slag. Eerst moet Bella nog even uit, die zit heel erg op mij te wachten. Ik zal even laten zien. Even kijken, zien jullie dat? Hier, hier, hier. Ja, dus Bella die wil heel erg naar buiten. Troy loopt heel erg te mouwen. Wat ga ik vanmiddag doen? Vanmiddag ga ik eventjes de kapstok hier opruimen en de schoenen moeten opgeruimd worden, want heel veel zomerdingen staan nog in de gang. Ik heb nog een bedje wat uit elkaar staat, een ledikantje wat straks voor de opvang gebruikt gaat worden, staat nog in mijn gang. Moet ik naar boven brengen. Ik heb mijn zomerkleding uit de kast gehaald. Dat moet nog in een doos naar zolder toe. Het ligt allemaal op mijn bureau, op mijn slaapkamer. Het is gewoon een chaos in huis. Dus dat ga ik straks eventjes allemaal doen. Even niet online werken, maar eventjes opruimen, want dat is echt even noodzakelijk. Want we groeien dicht. En dat niet qua eten, maar qua spullen. En dat is niet handig. Oh, en waar ik gisteren ook een brief van kreeg. Ik heb blijkbaar asbest in mijn schuurdakje. En vanaf week 44, dat is de week van 1 november, gaan ze dat dak vervangen. En de eis van het, wat is het, saneringsbedrijf of bouwbedrijf, is dat de berging leeg moet. Ik weet niet hoe jullie berging eruit ziet, maar mijn berging zit echt tot de nok toe vol met allemaal spullen die ik niet in huis wil hebben. Dus waar moet ik dat neer gaan zetten als die leeg moet? Ja, dus daar moet ik even vanmiddag maar heen bellen, want hoe moet ik dat gaan oplossen? Dus ik wil even weten van wat is nou precies leeg? Moeten ze gewoon erbij kunnen leeg, dat ze kunnen lopen erdoor? Of echt helemaal leeg? Maar dat gaat toch nooit lukken. Dus, een andere dag dan anders. Maar ik neem jullie uiteraard weer gezellig mee. Oké, terug van werk en ander plan. Ga niet opruimen. Ik ga even naar Lynn toe. Ze gaat me helpen met mijn salespagina. En we gaan gewoon even bijkletsen en ideeën opschrijven en doen en zo. Dat is ook wel eens een keertje leuk. Het is prachtig weer buiten. Ik had eigenlijk zelfs nog een was buiten kunnen hangen. Maar ik ga morgen gewoon opruimen. Morgen heb ik ook tijd, morgenmiddag. Dus dan komt het wel goed. Ik ga nu naar Lynn toe. Willen jullie mee? Ik weet niet. Ik ga wel even Lynn vragen of ze het oké vindt dat ik daar ook film. Maar deze camera neem ik wel even mee. Want mijn mobiel kan natuurlijk niet aan de frontcamera filmen. Vandaar dat buiten het heel weinig, dat ik heel weinig content buiten heb. Want ik neem eigenlijk nooit deze camera mee. Omdat ik dat niet zo goed durf. Maar ik moet eigenlijk een beetje over die drempel heen. Dus support me. Ik vind het heel eng om buiten te vloggen. Ik moet het gaan doen. Want ja, buiten is er eigenlijk veel meer te beleven dan hier binnen natuurlijk. Het wordt wel een beetje saai zo binnen deze vier muren. Ik moet het gewoon gaan doen. Dat is het. Dat is met alles hè, wat je eng vindt. Je moet het gewoon gaan doen. Ik neem jullie mee. Onderweg naar Lynn. Lynn, ik kom eraan. We gaan lekker werken aan onze pagina's, websites en weet ik het wat. Tot zo! De kat van Lynn. Geobsedeerd door klokken. Ja, ga ervoor zitten. Die doen die eraf. Ja, kijk. Hier. Hij wil het aanraken. Ja. Hoe laat is het, Kruimel? Nou, bedtijd. En inmiddels ben ik bij Lynn thuis. En kijk wie ik op mijn schoot heb liggen. Oh, dat is Trash. Ja, zo lief hè. Ja, laat hem niet echt mijn werk doen. Ik wilde net al op mijn toetsenbord gaan lopen. Maar Lynn en ik zijn heel hard bezig met de salespagina. Ik weet niet waar Lynn mee bezig is, maar ik ben met niet veel. Mij aan het helpen. Met de salespagina. Want het is nog best wel een dingetje, zeg maar.
Ja, en ik had gezegd dat ik zou gaan opruimen vandaag, maar dat is er allemaal niet van gekomen. Dat was mijn planning ook. Ik heb ook nog niks gedaan. Nee. Moet je de banken zien. Echt. Zal ik hem even omdraaien? Maar we moeten ook wel even vertellen, er waren net hele leuke mannen hier voor de gasleidingen te fixen. Dus kijk, alle inhoud ligt nog daar. Dan moet Lin straks allemaal nog opruimen als ik wegga. Maar dat gaat ze wel doen. En wij gaan nog eventjes verder met de salespagina. Zo, het werken met Lin is weer klaar. Ik ga weer naar huis. Ik moet heel snel zorgen dat die boodschappenshop nog online komt. Want dan had ik dus niet ingepland. Helemaal vergeten. Het komt eraan. Als jullie dit zien, hebben jullie dat alweer gezien. Dus... Nou, ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb heel snel mijn shoplog online gegooid. Het is 4 uur en dan is het de tijd voor de tweede video om die online te brengen. Omdat de vlog van vanmorgen was zo minimaal kort. Heb ik een belofte gedaan dat er een shoplog online komt. Die is nu online. Maar Steven heeft nu inmiddels eindelijk ook The Walking Dead afgekeken, seizoen 6. En ik had hem al afgezien. In één dag. Hij heeft het in één dag gekeken. Het was echt, het is zo'n cliffhanger. Er wordt zoiets ergs gedaan met iemand. Dat je graag wil weten wat er nou precies aan de hand is. En het is nu 19 oktober en 24 oktober gaat seizoen 7 weer van start. We kunnen niet wachten. Ik heb zelfs op internet gezocht. Ja, ik kan niet te veel vertellen, want ik weet niet of er mensen onder jullie zijn die... Je kan wel vertellen, je wil weten wie er dood is, want je weet niet wie er dood is. Dat is waar. Er is iemand doodgemaakt. En je krijgt niet te zien wie er dood wordt gemaakt. Het wordt zo gezegd, wordt de camera in elkaar geslagen. Je ziet dat er de knuppel op je afkomt. En dat is dan de cliffhanger. En je ziet een klein stuk. Je kan een klein stukje zien van seizoen 7. Het begin staat online. En dan zie je dat Rick vertelt... I gonna kill you. Ja, maar... Ja, Rick dat kan... is niet dood. Nee, Rick is inderdaad niet dood, nee. Ja. Nee, Rick is het dus niet. Maar het is dus iemand anders die wel... gedood is, maar het start van seizoen 7 staat iets van 15 seconden staat al online. En dat kun je dus zien. En Steve wil ook heel graag weten. Ja. Wie de dood is. Want het is zo'n hecht clubje geworden en we willen het gewoon weten. Ja, het is niet super hecht. Er zitten ook een paar mensen bij die gewoon van, wie zijn die mensen? Jawel, maar... Twee mensen weet ik hun naam niet eens. En jij ook niet. Wie dan? Maar dat weten we natuurlijk ja, niet. Ja, die ene die met die krulletjes en die ogen. Die krulletjes en die ogen. Die uitpuilende ogen, hij heeft krulletjes. Oh ja, ja. Ja, ja. Hij is eigenlijk een nobody. Voor mij mag hij inderdaad wel uit. Ja, hij is een nobody. En het groepje moet gewoon echt intact blijven, vind ik. Dus dat. En ik weet niet of er mensen onder jullie, hè, onder de kijkers... Of er mensen zijn die ook Walking Dead kijken. Ik vind het echt geweldig. Leave a comment below. Wie jij hoopt dat de dood is. Wie je denkt dat de dood is. Wie denk je dat de dood is? Laat het weten. En wie hoopt ik wil je dit dat heel, ik wil heel graag weten of jullie iemand anders denken dat de dood is. Ik denk zelf Carl. Hoezo? Ja, ik heb zo'n gevoel dat het Carl is. Dat een beetje zijn rol uitgespeeld is ofzo. Maar het zou ook Eugene kunnen zijn. Maar denk je iemand anders, laat het weten. En ook de theorie erachter. Dan kan ik een beetje me voorbereiden op het nieuwe seizoen. En is Abraham dood, stop ik me kijken. En ik vergat jullie helemaal te vertellen dat we vanavond naar Javier Guzman gaan. Steven en ik gaan naar deze leuke cabaretier. En Javier, dat wordt het vanavond. En we vergeten. Zo raar. Ik heb er heel veel zin in. Ik moet alleen nog even de kaartjes zo uitprinten. Ik heb van die e-tickets. En dan gaan we hier in het Agora Theater naar Javier Guzman. En het is inmiddels 19:30. Tijd om bijna naar Javier Guzman te gaan. Outfit is dit truitje van de Wii, volgens mij. Een zwarte broek. En laarzen. Kun je dit een beetje zien? Wacht, ik houd het even goed vast. Laarzen. Ja, het is natuurlijk weer herfst, hè. Dus moeten de laarzen weer uit de kast gehaald worden. Ja, het is een beetje een raar licht, want het is natuurlijk donker. Ik sta hier bij een lamp. Het is echt heel erg lastig om het allemaal goed in beeld te krijgen. Maar, dat geeft niks. Ik zie jullie straks weer vanavond om de vlog weer af te sluiten. Want ik denk niet dat ik kan filmen bij Javier.
ga wel kijken of ik iets in de lobby kan filmen of wat dan ook. Maar we gaan in ieder geval op het top genieten, Steven en ik. Dus, wish us. Veertien, Steven, niet dertien. Veertien! Dat was het. Jee, het heeft geholpen wat ik zei. En doe nu, doe Michael Jackson nu. Ik kan dat einde vind ik heel kut klinken. Doe. Du. Meer bas. Crunch. Maar dat is net dat. Dat klinkt heel kut, want op de note staat dit. Dat klinkt niet, toch? Maar dat is de goede fret wat er stond. Volgens mij heeft diegene dat een beetje opgefokt, maar dat klinkt gewoon niet. Jawel, hij gaat wel omhoog. Dat klinkt toch niet? Nee. Met deze laatste gitaarnoten neem ik weer afscheid van jullie. We zijn weer thuis van Gabriel Guzman. De show was leuk, maar ze zijn wel eens leuker geweest. Deze nieuwjaars oudjaarsconferentie is... Ja, het jaar was ook niet echt heel erg super geweldig natuurlijk met alles wat in de media is gebeurd. En hij maakt daar dus, hij blikt daarop terug en hij maakt daar grappen van. En ja, de grappen zijn natuurlijk wel grappig, maar wat er allemaal gebeurt is natuurlijk minder grappig allemaal. Maar goed... We zijn weer thuis. Steven heeft wat gitaar laten horen wat hij geoefend heeft. En het zit er weer op voor vandaag. Vonden jullie het een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je uiteraard niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zeg tot morgen maar weer. Doei!